Yo Nintendo fans! We hebben eventjes moeten grinden, maar ik ga nu eindelijk deze basis doen van Team Star. Mijn Pokémon zijn hoger level en ik heb twee nieuwe teammembers, Annihilape en King Ambit. Welke Pokémon vind jij eigenlijk toffer? Annihilape of King Ambit? Laat het weten in de reacties. Ja, King Ambit moeten we op deze basis sowieso niet gaan gebruiken. Ik denk dat we moeten vergaan voor Kyloetrel, Kokwavel en Annihilape. Dit is namelijk een fighting type basis. En we gaan even op belletje drukken. Hallo? Hallo? Wil iemand even de poort voor mij open doen? Want ik kom jullie overvallen. Zo werkt dat. Als iemand met kwade bedoelingen binnenkomt, moet jij de poort openmaken. Logisch. code rood, operatiestafel. Iedereen, verdedig de baas. Dan gaan we weer proberen om 30 Pokémon's te pakken. 3, 2, 1, let's go. Oh, er staan gewoon Magic Champions. Hallo, Magic Champions. Oké, die Magic Champion gaat snel kapot. Deze gaat iets minder snel kapot. Nou, valt mee. Pessimine gaat ook best wel snel kapot. Hey, Breloom. Hier heb je. Oh, Kwekwavel. Oh, dat is natuurlijk een grass-type ook. Ja, dat is wel een probleem voor Kwekwavel. Die moet even oppassen daarmee. Ik moet Kwekwavel niet tegen Brelooms laten vechten. Want dan gaat het wel feeling fout, denk ik. Tegen Magic Champs trouwens ook niet. Is ook niet relaxed. Kwekwavel, jij moet niet tegen hem. Ga maar tegen Hawlucha. Hier. Ja, goed zo. Dan kan jij tegen hun. Ja, dit is beter. Kwekwavel moet een beetje oppassen voor sommige Pokémon hier. Oh, what? Crabominable. Raw. Hier hebben we Phalanx. Ja, die kan die wel goed pakken. Come on, Kyloetrel. Let's go met z'n allen. Annihilape, let's go. Oh, hier zijn Primeapies. Come on, we gaan dit met z'n allen doen. Kom helpen, Kyloetrel. Heel goed. Heel goed. Ik ga straks wel eventjes naar een kraampie. Of naar zo'n automaatje om eventjes te healen. Hier hebben we Heracross en Toxicroakies. Oké, die gaan we ook pakken. Pak hem, Annihilape. Pak hem. Heel goed. Zo. Echt super aardig dat we die vending machines van Team Star gewoon mogen gebruiken. Wij gaan niet Breloom pakken. Jij mag op een Passamian. Dan mag jij Breloom gaan pakken, Kyloetrel. Anders gaat het weer helemaal fout met mijn kwak. Oh, die is alweer bijna kapot, joh. Misschien is kwak dan toch niet de juiste keuze. Ik noem hem kwak. Ik ken zijn naam niet onthouden. Kwakwavel, toch? Het is gewoon mijn Dancing Queen. Laat ik hem zo gaan noemen. Dancing Queen. Hallo. Ik kom jullie ook even verslaan als het mag. Mag dat? Top. En dan wil ik jou graag nog verslaan. En dan zijn we klaar. Dan hebben we 30 verslagen. Het is tijd voor de baas. Ja. In de oranje wagen. En ik denk toch dat dit een lastig battletje gaat worden. We moeten namelijk nu tegen Aerie. En Aerie zegt, ja, ik ben ready. Ik ben helemaal ready. Ik ga niet wegrennen deze keer. Rawr! Ze is echt super ready. Oh, en ze kijkt heel boos. Ze is niet blij dat we hier zijn. Je bent niet blij, hè? Hallo, Toxicroak. Ik heb wel snelle Pokémon. Dat is wel heel fijn. Ik weet niet of ik voor Hurricane durf te gaan. Die heeft namelijk maar 70 accuracy. Zal ik een gokje wagen? Ik ga een gokje wagen. Let's go. Hebben we hem dan in één keer? Ja, lekker. We hebben hem in één keer. Het gokje heeft goed uitbetaald, jongens. Woe! Lekker. Annihilape is nu aan de beurt. En dan hou ik het even bij deze Pokémon. Ja, jij hebt er ook gewoon eentje, joh. We hebben er allebei één. Ik ga nu iets minder risico nemen. We gaan nu voor iets minder risico. En dan mist deze move. De move met Auw, nee! Met 90% accuracy. Nou, dan ga ik nu gewoon voor Hurricane, hoor. Ga je raken? Je gaat raken. Lekker. Heerlijk. Oké, nee, hij overleeft het. Oeh, maar hij is wel confused. Please raak jezelf. Kom op, Annihilape, je kan het, sla jezelf. Je bent toch helemaal in de war. Ja, hij slaat zichzelf. Oh, very nice dit. Eerst hadden we pech, daarna geluk. Oké, dat is nummer 2. Nu moeten we tegen Passamian. Ja, en ik... ik ben sowieso sneller. Weet je wat? Ik ga het gewoon het risico nemen. Let's go. We gaan het gewoon proberen. Kijken of we nog een keer Hurricane kunnen gebruiken. Oh my god, Hurricane. Is mijn beste vriend. Wat een move. Hij sloot ze allemaal. Ja, dit kan niet goed blijven gaan. Nu Lucario. Ja, dan ga ik nu wisselen naar Clodsire. Want die kan met Earthquake wel wat damage doen. Plus Clodsire kan best wel wat klappen opvangen. Over het algemeen. En Lucario is natuurlijk wel echt heel sterk. Misschien dat ik dan ondertussen ook nog een beetje kan healen. Zodat ik straks de Star Mobile kan gaan verslaan. Met Kyloetrel. Oké, laten we kijken wat dit gaat doen. Oeh, Dragon Pulse. Oké, ze zal niet super effectief zijn. Oké, dit gaat prima. Dit is goed. Het doet niet zo heel veel damage. Oh, ik sloop Lucario in één keer. Dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. Maar oké. Ja, nu moeten we tegen Revavroom. Oh, Aerie wordt boos. Die zegt, nee, ik ga niet verliezen. Alsjeblieft. Zal ik gewoon even doorgaan met Earthquake? Ik krijg een High Horsepower op mijn hoofd. Oké. Dan doe ik één Earthquake.
Die doet redelijk damage. Niet heel veel, maar wel redelijk. Dan gaat Klotsaar je nu down, maar ga ik een Hyper Potion? Weet je wat? Ik gebruik gewoon een Max Potion. Alle beetjes kunnen helpen. Ja, dan is dit wel het einde van Klotsaier. He took one for the team, jongens. He took one for the team. Kyloatrel, let's go. Ik kan natuurlijk nog terrestrializen. En dan ga ik voor dual wingbeat. Ik ga toch weer voor iets safer nu. Aangezien ik toch ga terrestrializen. Ik verwacht wel dat ik sneller ben. En misschien dat ik hem met twee keer dual wingbeat wel zou kunnen verslaan. Als ik geterrestrialized ben. Ik weet het niet. Laten we het hopen. Mis ik nou weer die move? Waarom mis ik elke keer mijn dual wingbeat? Die heeft 90 accuracy. Ik heb 2 keer gemist. Normaal mis je 1 keer op de 10 keer. 2 keer op de 20 keer. En nu mis ik 2 keer op de 2 keer. Terwijl mijn hurricane move wel elke keer raakt. Inmiddels ben ik niet meer sneller. Dat is wel vrij vervelend, moet ik zeggen. Want ik weet niet zo goed wat mij te verwachten staat. Oké, dual wingbeat. Hoeveel pijn doet dat hem? Nou, dat valt best wel mee. Dat is niet zo heel veel. Ik ga hem natuurlijk wel 2 keer raken. Oh, zijn defense gaat daarmee ook omhoog. Oké. Oh, ik had echt beter die andere move kunnen doen. Ik had beter Hurricane kunnen gebruiken. Oh my gosh, wat is die aan het doen? Hij is zichzelf zo erg aan het pompen nu, hè? Zijn snelheid gaat omhoog, zijn attack gaat omhoog, zijn defense is ook aardig omhoog. Hurricane! Ik denk dat hij nu niet eens heel veel damage meer doet. Oh, of ik denk het wel. Hoe dan? Hoe doet die zoveel pijn? Terwijl de dual wingbeat bijna geen damage meer deed. Oké, Hurricane moeten we zeker niet onderschatten. Wat een move. Met Hurricane hebben we dit gewoon even heel snel gefixt. En Aerie zegt, I'm so sorry iedereen. Oh, het spijt me zo. Ze voelt zich wel verantwoordelijk. En dit is wat er 1,5 jaar geleden gebeurde. Sorry. Daar zei ze ook al sorry. Want hier dacht ze dat ze een beetje te ver was gegaan. En Giacomo zegt, nee joh, maak je geen zorgen. Wij zijn degene die jou had gevraagd om ons te trainen. En Aerie zegt, nee, maar. En Atticus zegt, nee, je moet je niet zo verontschuldigen. Dankzij jou word ik steeds beter in battles. En Ortega zegt dat hij nooit zijn Pokémon had kunnen evolueren zonder Aerie's help. En zelfs de grote baas zei dat ze nu een kans hebben om te vechten tegen de bullies. Tegen de bullenbakken. Iedereen is Aerie gewoon dankbaar. En Ortega zegt, ja, 1 ding. We zijn al voor uren aan het trainen en ik heb honger. Dus iedereen verdient wel een pauze. Het is best wel een leuke groep dit eigenlijk, hoor. Een groep waarvan Aerie dus blijkbaar de mentor is. En eigenlijk staan zij gewoon op tegen de pesters. Ze zijn zelf helemaal niet de pesters, volgens mij. Aerie zegt, ja, ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg. Je hebt laten zien dat je echt heel sterk bent. En ook al moest het niet van de code, dan zou ik nog willen dat ik jou deze badge gaf. Dus hierbij. Oh, alsjeblieft. Woep woep, de fighting crew defeated. En een nieuwe star badge. Aerie zegt, ik weet dat je een onderdeel bent van Operation Starfall. Maar ik kon aan deze battle zien dat je echt geen slecht persoon bent. Hoe je naar je Pokémon kijkt met zoveel vertrouwen, dat laat zien dat je veel om je Pokémon geeft. Wil je even wegkijken? Want dit is nogal veel voor mij. Oh nee. Oh, ik heb wel een beetje medelijden met Aerie. Clavel zegt tegen deze persoon van, volgens mij ben je hele goede vrienden met Aerie. Hoe komt dat? En Carmen heet zij. Ze zegt, ja, ik haat Riri vroeger. Ze is zo'n goede trainer en een atleet. En ze is ook nog eens heel knap. Ze was heel snel super populair op de academie. En daarvoor was ik de koningin van de klas. Maar toen kwam zij. En toen vond iedereen haar leuker dan mij. Dus daarom vond ik haar stom. En daarom begon Carmen dus te pesten. Ja, dat is hoe het wel gaat in het klassen tegenwoordig, hè? Ik heb echt een hekel aan pesters. Als jij een pester bent, ga weg. Of stop met pesten. Nog beter. Sta zelfs op tegen de pesters met z'n allen. Is echt niet nodig. En je maakt het leven van iemand echt heel erg naar. Dus kap er gewoon mee met pesten. Ik vind dit een hele goede game. Dit legt de nadruk op dat pesten gewoon niet oké is. Carmen geeft nu ook zelf toe. Wij waren zo stom toen wij aan het pesten waren. En op een gegeven moment werd zij dus het slachtoffer van de pesterijen. En toen vluchtte ze dus terug naar Aerie. Maar Aerie die zei toen van, ja, ik snap het wel, want ik weet hoe je je voelt. Kom maar, je bent welkom bij ons. Ja, dat is gewoon nice. Het is gewoon nice als mensen zo zijn. Carmen vraagt, alsjeblieft, neem onze grootste schat niet af. Oh nee, ze bedoelt natuurlijk Team Star. Ja, we zijn aan het vechten tegen Team Star. Maar eigenlijk is Team Star best wel een goede bedoeling. Ze zouden alleen gewoon netjes naar school moeten gaan. Dan was er niks aan de hand. Ja, ik snap het wel een beetje hoor. Ja, dan gaat mijn telefoon weer. Cassiopeiopeio. Rikachu, ik ben het. Aerie heeft de Star Badge aan je gegeven, hè? Ja, dat klopt. En daarom gaat de Cav Squad zich nu ook hier terugtrekken. Zelfs Aerie, zegt ze. Oh, Cassiopeia die draait even. Die dwaalt even af. Ik vind het een beetje een vrouwennaam. Ik denk dat het een vrouw is. We zijn er bijna nog 1 baas. Operatie Starfall is nu al een succes. Dankzij jou, Rikachu. En Clive die doet het ook goed. Cassiopeia vraagt, kennen jullie elkaar lang? Nou, nee, eigenlijk niet. We kennen elkaar helemaal nog niet zo lang. Cassiopeia zegt wel van, nou ja, dat is wel een betrouwbare vriend. Hij herinnert mij aan de gang van vroeger. Gang? Cassiopeia.
Welke gang? Zoals je weet is Team Star geformeerd voor een groep studenten die werden gepest op school. Ja, inderdaad. Hey, werd jij zelf ook gepest dan Cassiopeia? Team Star heeft in ieder geval de pestkoppen heel makkelijk weten te verslaan. Maar uiteindelijk zijn zij het slachtoffer geworden en denkt iedereen dat Team Star stom is. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, zie je wel. Team Star is gewoon cool. Waarom komt Penny elke keer aanlopen op het moment dat wij Team Star hebben verslagen? Ik vind het verdacht. Is Cassiopeia niet gewoon deze chickie? Maar waarom moesten wij haar dan helpen in het begin toen zij gepest werd? Ja, aan de andere kant, ze heeft er ook niet om gevraagd volgens mij. Wij deden dat gewoon. En waarom ben je bang van Coridon? Als je... Ik heb zoveel vragen. Nou, ik heb net uitgelegd wat er allemaal gaande is met Team Star. En zeg, wat een grap. De studenten, de leraren, ze zijn allemaal gestoord. Als iemand ook maar op zou letten wie nou eigenlijk aan het pesten was, dan was het allemaal te voorkomen geweest. En ze noemt de baas echt een grote idioot. Om Team Star op te richten en dan te hopen dat de plannen zouden werken. Denk jij echt zo, Penny? Ze weet het zeker. Nou, nog meer cadeautjes, dankjewel. De volgende baas... is de laatste. Dit is weer het einde van de video. En in de volgende video gaan we de laatste Team Star Base verslaan. Dus als je dat wil zien en benieuwd bent wat er gebeurt, doe duimpjes omhoog. Abonneer! Vergeet het niet. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!